Welkom bij deze screencast voor MBR D2 OS 10. In hoofdstuk 6 gaan we kijken naar netwerk en netwerk services. En de volgende onderwerpen gaan we behandelen. We gaan kijken naar locaties, wat kan je ermee? Hoe gaan we netwerkinterfaces configureren? Hoe gaan we een VPN-verbinding opzetten? Hoe kunnen we netwerkinstellingen gaan wijzigen? Welke netwerktools hebben we tot onze beschikking? Hoe gaan we de computernaam wijzigen? We gaan heel kort eventjes kijken welke netwerkapplicaties er aanwezig zijn. Hoe kunnen we deze client verbinden met een server? Bestanden, mappen delen. Hoe zit het met de firewall? We gaan een binding doen met een directory server. En we gaan de webserver gebruiken. En deze onderwerpen gaan door elkaar heen. Dus ze komen niet in deze volgorde aan bod. Allereerst gaan we eens kijken naar onze netwerkinterfaces. Met andere woorden, de netwerkinstellingen. Daarvoor gaan we naar System Preferences en openen we Network. Hier zien we dat er een Ethernetkaart verbonden is en dat die gekoppeld staat met een DHCP-server en dat deze DHCP-server een IP-adres uitgeleased heeft. IP-adres 192.168.1.167. We zien ook dat er een subnet masker toegewezen is, een router, een DNS-server en een domein. In dit voorbeeld mediatech.lan. Als we dit willen gaan wijzigen en we willen een statisch IP-adres gaan gebruiken, kunnen we de keuzelijst kiezen voor manually. En in dit voorbeeld ga ik een IP-adres gebruiken 10.0.0.10. Het subnetmasker laat ik op 3x255.0 staan en de router ga ik wijzigen naar 10.0.0.1 en de DNS-server kunnen we hier gaan wijzigen. Dit wordt ook 10.0.0.1 in dit voorbeeld met OK en pas als ik op Apply klik, dan wordt het ook echt daadwerkelijk toegepast. Op dit moment heeft deze client dus een ander IP-adres gekregen. Gaan we meteen even verder naar de computernaam. Dat is ook wel makkelijk om dat meteen maar te wijzigen. Via Show All kunnen we terug naar System Preferences en kiezen voor Sharing. En we vinden hier de naam terug. In dit voorbeeld Mac Mini 23. Stel dat ik het wil wijzigen naar Mac Mini 30... kan dat op deze manier. En je ziet eigenlijk hieronder ook meteen dat de bonjournaam gewijzigd wordt. Mac Mini 30.local. Verwar dit niet met een domeinnaam. Op een OS 10 machine heet dit dus de bonjournaam. En die eindigt altijd op .local. Op die manier kunnen we dus de naam gaan wijzigen. We gaan even terug naar het netwerk. We zien hier meerdere devices, interfaces, moet ik eigenlijk zeggen. En met het plusje en het minnetje hieronder kunnen we interfaces gaan toevoegen of verwijderen. In dit voorbeeld gaan we dus kijken of we een VPN-connectie kunnen gaan toevoegen. Door middel van het plusje kunnen we de interface gaan kiezen. En we kiezen hiervoor VPN. Merk op dat er ook andere mogelijkheden zijn, zodat ik bijvoorbeeld ook nog een tweede netwerkkaart, tweede netwerkinterface kan toevoegen. Maar we kiezen nu dus voor VPN. En in dit voorbeeld ga ik kiezen voor een PPTP, oftewel een point-to-point tunneling protocol. Met Create wordt de interface aangemaakt. En vinden we hem hier in de linkerrij terug. Het rode balletje laat zien dat hij nog niet geconfigureerd is en dat er geen connectie is. Ik kan hier opgeven welk serveradres ik wil gebruiken. In mijn voorbeeld is dat 10.0.0.1. Na het serveradres ingevuld te hebben, moeten we de accountname opgeven. In dit voorbeeld gebruik ik mijn
eigen naam hiervoor. En kan ik klikken op Apply. Eventueel is het nog mogelijk om de VPN status aan te vinken, waardoor deze hier boven in de menubar tevoorschijn komt. Dan kun je makkelijk en snel met VPN verbinden. Als we willen gaan connecten, we zien ondertussen dat hij wel geconfigureerd is aan het gele balletje, kunnen we hier klikken op Connect. Ik zal mijn wachtwoord moeten opgeven. Tot stand gebracht. We zien dat de VPN geconnect is en we kunnen hier ook zien dat de gegevens heen en weer gestuurd worden. De ethernetconnectie staat op dit moment nog bovenaan. Stel dat je deze volgorde zou willen wijzigen, kan dat met behulp van het tandwieltje hier en kiezen voor Set Service Order. Op die manier kan ik bijvoorbeeld bepalen dat de VPN helemaal bovenaan moet staan, dat al het verkeer via de VPN moet gaan lopen. Wil ik dat al het verkeer via de ethernet loopt, het internetverkeer en de rest via de VPN, zet ik de ethernet bovenaan. Tot zover VPN, dus die gaan we weer eventjes disconnecten, zodat we daar verder geen last van hebben. Een andere optie die we hier hebben, is om verschillende soorten locaties te gaan toevoegen. Je ziet hier bovenin de locatie staan en die staat nu op automatisch. Dus de instelling van Ethernet, VPN en alle andere interfaces hoort bij deze locatie. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om meerdere soorten locaties te maken. In dit voorbeeld heb ik al een locatie school, een locatie stage en een locatie thuis bijvoorbeeld gemaakt. En met Edit Locations kunnen we daar locaties aan toevoegen met behulp van het plusje of die gaan te verwijderen met behulp van het minnetje. En zo kan ik een andere locatie kiezen en dan mijn ethernet instellingen op deze manier anders gaan instellen. Dus nu vraagt hij DSP op. Op dit moment draait er geen DSP server, is niet aanwezig. Dus zou ik hier kunnen zeggen dat ik op een andere manier wil gaan connecten. Andere gegevens. Op deze manier heb ik dus mijn ethernet op een andere manier geconfigureerd. Als ik nu terug ga naar automatisch, zal je zien dat deze weer terug veranderen naar de waarden die bij automatisch horen. En op die manier kan je makkelijk wisselen. Uiteraard is dit alleen beschikbaar voor een beheerder. Vandaar dat Apple ervoor gekozen heeft om in het menu met het appeltje ook de mogelijkheid van locatie op te nemen, zodat je heel snel kan wisselen tussen de ene en de andere locatie. En dit is voor normale gebruikers zonder adminrechten ook toegankelijk. We gaan snel verder kijken naar de tools die er dan beschikbaar zijn. Het makkelijkste is om die via Spotlight te gaan vinden. En we gaan naar de tool Network Utility. Als we Network Utility opgestart hebben, krijgen we in het tabje Info wat meer informatie over de verschillende netwerkkaarten die erin zitten. Ook hier kan ik die kiezen. Ik kies de Ethernet, je ziet het hardwareadres, oftewel het MAC-adres, het IP-adres, de linkspeed, etc. Met commando ping kunnen we natuurlijk proberen om een ping te sturen naar bijvoorbeeld een ander IP-adres. En dan zien we dat we een reply krijgen. Let erop dat hier standaard meestal een hogere waarde staat dan dat je bij Windows gewend bent. Windows neemt meestal 3 pings, in dit geval staan er 10. Maar ook dat kunnen we natuurlijk terug naar, wijzigen naar 3. We zouden ook moeten kunnen pingen naar een URL. Even kijken of dat gaat lukken. In
die manier ziet hij wel dat het een IP-adres aanhangt, maar hij kan de website zelf niet bereiken. En dat komt omdat deze machine naar een DNS-server verwijst waar geen forwarder nog ingesteld staat. Dus dat gaat niet. Wel kan ik hier met behulp van Lookup kan ik gaan proberen om het IP-adres bij een naam bijvoorbeeld te vinden. In dit geval gaan we nog een keertje proberen www.ictlab.nl. En dan doen Lookup en we krijgen het antwoord terug dat het IP-adres wat bij de webserver, de website www.ictlab.nl 145.118.2.66 is. Nou, we gaan nog één andere even bekijken, bijvoorbeeld een portscan. En met een portscan kan je kijken welke poorten staan er allemaal te luisteren, welke staan open op een bepaald IP-adres. Hou er wel rekening mee dat lang niet alle beheerders ervan gediend zijn dat je een portscan uitvoert zonder dat ze daarvan op de hoogte zijn. Dus doe een portscan altijd bij een eigen server of overleg van tevoren dat je dit gaat doen. In dit geval ga ik een server van mezelf proberen en voeren we een scan uit. En dan zien we dat op het IP-adres 10.0.0.1, waar ik een demo-servertje heb draaien, dat daar een aantal poorten openstaan. Ik ga hem even stoppen. We zien hier bijvoorbeeld dat TCP poort 53 openstaat en 53 is DNS. Dus deze server die doet blijkbaar iets met DNS. We zien hier poort 80 voor het HTTP-protocol. En het HTTP-protocol betekent het voor webserver. Hier zien we bijvoorbeeld ook nog HTTP over SSL, oftewel HTTPS, over poort 443. En zo zijn er allerlei poorten die openstaan op deze server om te luisteren en eventueel daarop te kunnen reageren. Tot zover de Network Utilities. Binnen OS 10 zijn er een aantal applicaties al aanwezig die je kan gebruiken voor veel voorkomende applicaties die je kan gebruiken op een netwerk. Zo hebben we al gezien Safari, waarmee je kan browsen. We hebben hier onderin Mail, deze staat nog niet geconfigureerd, dat ga ik in dit voorbeeld ook niet doen. Maar die kunnen we gaan gebruiken en gaan configureren om mail te versturen en te ontvangen. En dan zie je dat er diverse mogelijkheden zijn, waaronder ook Exchange of een Google account. We hebben hier onderin ook nog een soort contactenboek, waarin je al je contacten bij kan houden. Deze hebben we al een keertje gezien in het hoofdstukje over Time Machine. Maar we kunnen hier contacten gaan toevoegen en bewerken. En dan hebben we ook nog een kalenderfunctie die we kunnen gaan gebruiken. En ook deze en aan meerdere accounts te koppelen. Bijvoorbeeld ook een Google account. En de laatste functie die ik wil laten zien is Messages. Waarmee je berichten heen en weer kunt sturen op Apple devices. Dus ook van iPhone of iPad. Standaard meegeleverd dus binnen OS 10. Stel nu dat we deze client willen gaan verbinden, gaan binden aan een directory server. Dat doen we via System Preferences. We gaan naar Users and Groups. We maken het slotje even open door ons te authenticeren als een admin. We gaan naar Login Options. En hier hebben we dan de Network Account Server die we kunnen gaan joinen. In dit voorbeeld heb ik een OS 10 server ook eventjes als demo server opgezet en waar we mee gaan binden, maar dat zou net zo goed een Active Directory server van Microsoft kunnen zijn. De directory servers, zoals net gezegd, van Microsoft heet Active Directory en OS 10 heeft een directory server die noemen we Open Directory. Het systeem heeft al gezien dat er een server aanwezig is die de dienst aanbiedt en die heet server1.mediatech.lan. Ik kies de server uit, maar ik kan hier dus ook een IP-adres of een fully qualified domain name invullen. En vervolgens klikken we op OK. Er wordt nog iets gezegd over een SSL-certificaat en of ik die wel of niet trust. In dit geval kies ik voor trust. En nogmaals dat hij dus geen secure verbinding aanbiedt. Het is een demo-servertje die ik even gebruik.
Dus ik klik op continue. En vervolgens zie ik dus dat deze client verbonden is, gebonden is aan een directory server met de naam server1.mediatech.lan. Stel dat we op deze client mappen of andere zaken willen gaan delen. Als we binnen System Preferences zijn, kiezen we voor Sharing. En we hebben hier de mogelijkheid bijvoorbeeld om aan file sharing te gaan doen. Nou, standaard zijn er al een aantal mappen aanwezig. Maar we kunnen er best natuurlijk een map aan gaan toevoegen. Via de Finder gaan we die map eerst maar eens eventjes maken. Op de harddisk gaan we een nieuwe folder aanmaken. En die nieuwe folder die heet in dit geval Share. Omdat ik de folder in de root heb gemaakt, moet ik me daar wel voor authenticeren. En vervolgens kunnen we zeggen, onder file sharing bij shared folders gaan we een folder toevoegen. We kiezen hier op de harddisk de map share die we net gemaakt hebben. Die gaan we toevoegen. En vervolgens kunnen we hier gaan kiezen welke gebruikers en welke groepen en wat we willen doen met everyone else, welke rechten we daar gaan toewijzen. Dus met het plusje kunnen we groepen bijvoorbeeld gaan toevoegen. Stel dat we webdevelopment nemen. En we zeggen, nou, die webdevelopers die mogen inderdaad wel lezen en schrijven. De admin die mag lezen en schrijven. De system group mag alleen maar lezen. En de rest geven geen toegang. En op die manier kan je bepalen wat wel en wat niet mag. Andere mogelijkheden die we hebben zijn bijvoorbeeld om printers te delen. Lokale printers. Maar we kunnen ook het scherm gaan delen. Waardoor we iemand anders vanaf een andere OS 10 client dit scherm kan overnemen. Zo het remote desktop dus. En zo zijn er nog een aantal mogelijkheden. Bijvoorbeeld internet sharing. Hoe zit het dan met de beveiliging? We gaan terug naar System Preferences en we gaan hier naar Security en Privacy. En een van de tabs heet Firewall. Daar gaan we eens naar kijken. We zien dat de firewall aanstaat, balletjes groen. We kunnen niks wijzigen, want het slotje staat nog aan. Dus we gaan ons eerst authenticeren als een admin. En vervolgens kunnen we bijvoorbeeld kiezen om de firewall uit te zetten of om deze aan te zetten. Dat is één van de twee knoppen en de andere heet Firewall Options. En dan heb je iets meer mogelijkheden. We lopen eens heel kort eventjes langs. Omdat we ervoor gekozen hebben om net het delen van bestanden aan te zetten van een folder, is deze toegevoegd aan de firewall en wordt file sharing dus toegestaan. Hij accepteert incoming connections. Maar we zouden ook bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om deze uit te zetten. We kunnen daar ook diensten aan gaan toevoegen met behulp van het plusje. Een aantal andere opties die we hier bovenin zien staan is een vinkje die we kunnen plaatsen om alle inkomende connecties meteen te blokken. We kunnen een zogenaamde stealth mode hieronder aanzetten. Als er dan een ping wordt gestuurd naar deze computer, dan wordt er helemaal niet gereageerd. Dan laat hij niet weten of hij er wel of niet is. Hij geeft geen reactie terug. En dit is dan een handige optie waarmee er wordt gezegd dat alle software die digitaal ondertekend is, en dat wordt dan door Apple of door een developer gedaan die daar een speciaal certificaat voor gekregen heeft, die wordt automatisch aan toegevoegd aan inkomende connecties op het moment dat ik het kies. Als de software is die ik aanzet en die ik wil gaan gebruiken waarbij zo'n certificaat niet gebruikt wordt, wordt er eerst aan me gevraagd of ik die wel wil toevoegen aan de firewall om daar op die manier zeg maar, een opening te maken in de firewall om die dienst te kunnen bereiken. Dus een vrij eenvoudige, maar doeltreffende en simpel te configureren firewall. Dan is de laatste waar we nog eventjes kort naar gaan kijken, is de webserver. We gaan System Preferences eventjes verlaten. En we gaan kijken of er een webserver actief is op deze OS 10. Door bijvoorbeeld te kijken of er gereageerd wordt op localhost. Nou, we zien dat er geen connectie is met de server.
Vroeger was het zo in vorige versies dat inderdaad in System Preference Sharing kon je ook een webserver aanzetten. Die optie zit niet meer in de grafische interface. Maar als we de terminal gaan openen. En ik zal eventjes het commando laten zien wat we dan gaan gebruiken. En we gaan het commando wat hier staat intypen in de terminal. Dus sudo uitvoeren als superuser. Apache CTL start. Daarmee wordt de webserver die aanwezig is gestart. Dus we gaan dat, ik zal er even naast elkaar zetten zodat je mee kan zien. In de terminal opgeven sudo Apache CTL en dan start. Moeten we uiteraard ons autoriseren als een admin. En als we dan gaan testen, dan zien we dat de webserver werkt en dat Apache aangeeft it works. Als je nou een eigen HTML bestand hebt gemaakt, dan kan je die in library slash webserver slash documents gaan plaatsen. Je ziet dat er hier gestart wordt met een forward slash, dat betekent vanuit de root gezien de library. Dus als we de finder eventjes erbij pakken en we gaan vanuit de root naar library en we gaan vervolgens naar webserver en dan naar documents, zien we hier de HTML bestanden terug. Dus als je hier een index.html inzet en het eerste bestand moet index.html heten, dan kan je op die manier de webserver binnen OS 10 gaan gebruiken. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze screencast. Tot de volgende keer.